Visumvrij reizen naar Nederland en België is niet zo makkelijk als de samenleving denkt. Naast een biometrisch paspoort zijn er tal van andere voorwaarden waaraan een niet-EU-land zich moet houden alvorens toestemming te krijgen visumvrij te reizen binnen het Schengengebied. René van Nes, ambassadeur van de Europese Unie voor Suriname en Guyana, gaf deze informatie tijdens een gesprek met onze redactie. De ambassadeur legt verder uit hoe het in elkaar zit. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een land eerst aan een aantal technische voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een biometrisch paspoort hebben. Ja. Een paspoort waar je vingerafdrukken en zo in zijn vastgelegd. Maar aan het einde is het een beslissing die wordt genomen door de 27 lidstaten. Dus die 27 lidstaten komen dan bij elkaar en die zeggen, zijn we het daarmee eens dat dit land niet meer een visum hoeft te hebben om naar de Europese Unie te mogen reizen. Want ik heb net verteld dat er een vrij verkeer is. Klopt. Er zijn geen grenzen. Dus heb je een visum voor Frankrijk, dan stopt niemand jou om ook naar België, naar Nederland te reizen of naar Italië, Oostenrijk te reizen. Je bent dan binnen Europa, ben je helemaal vrij. Dus dat betekent dat het niet alleen Nederland is of België is, ja, maar het zijn alle 27 landen die het erover eens moeten zijn. Wij geven in dit geval Suriname het recht om naar Europa te reizen zonder dat ze daarvoor een visum nodig hebben. Dus dat is eigenlijk een hele zware politieke beslissing die door 27 landen moet worden genomen. Het volledige interview met ambassadeur René van Nes kunt u vanavond volgen in het programma In Gesprek Met om 8 uur op kanaal 12.1.